Degradatiespook is verdwenen in Utrecht. Ploeg van Pronk kan vrijuit voetballen. Cambuur speelt wel degelijk ergens om. Kandidaat nog altijd voor de vierde periode. En Jong Utrecht hier met de eerste kans. Het is de linksachter. Oeloesoy. Die net mee naar voren is gekomen. Maar oog in oog eigenlijk. Bijna met zijn strafvalt. Oeloesoy. Nu in verdedigend opzicht. Opbouwend ook. En zo probeert Utrecht van achteruit op te bouwen. Heel nauwkeurig gaat dat niet. Favoriet natuurlijk voor deze wedstrijd is Cambuur met topscorer van der Streek. Metertje naast gaat deze bal van de middenvelder van Cambuur. Ploeg die een geweldig seizoen doormaakt en dat natuurlijk graag wil bekronen. Dit is een aardige aanval, zo lijkt het, van Delen. Overstapje, Bakker, maar de doelman meende ring op de post, ook niet zo heel lastig. Aanvoerder van Cambuur met de volgende mogelijkheid. Barto. Hij dus met zijn basisplaats versiert hier een hoekschop. En zo zet Cambuur eigenlijk wel wat meer druk op Jong FC Utrecht. Ploeg van Slot en Hulshof natuurlijk favoriet voor de overwinning. Schilder. En daar, van der Streek. Het is een mooie kopbal. Hij is over de lijn. Utrecht kijkt nog wel even hoopvol naar de grensrechter. Maar die zegt, dit is een duidelijk gevalletje over de lijn. En dus de voorsprong voor de ploeg uit Leeuwarden. En wie anders dan van der Streek. 20ste al van hem dit seizoen. Barto. Ver naast het schotje. Ja, vast een voorzet van Bakker. Wordt de computer opgestart. Het zijn geluiden die te horen zijn omdat er niet heel veel publiek op deze wedstrijd van Jong FC Utrecht is opgekomen. En hier weer eindstation Meendering. Het schot is van Martijn Barto. Maar er kan Cambuur niet zoveel gebeuren met die 1-0 voorsprong. En Utrecht probeert te voetballen. Overwinning op Os heeft alles zeker gesteld. Volgend seizoen wederom spelen in de Jupiler League. En gevaarlijk worden tegen Cambuur nog. Ja, waarom niet? Zo is er dichtbij. En daar zit Robin Pronk, de coach van Jong FC Utrecht. Bakker. Utrecht krijgt die bal niet weg. Hier weer Bakker. Ja, dit heeft hij in zijn carrière wel eens beter gedaan. Het is niet zijn dag. Doet het vuile werk, maar aanvallend gezien is Bakker niet in best te doen. Terwijl af en toe is daar dan Jong FC Utrecht in de buurt van de goal van Cambuur. Het is hangen en wurgen en uiteindelijk de overtreding. Publiek grote winnaar, want lekker in het paaszonnetje. En deze vrije trap, ja. Van der Moot. Heeft hij wel eens beter gedaan. Cambuur laat zich wat in slaap sussen. Is zeker niet die gedreven ploeg op jacht naar de vierde periodetitel. Hier wel. De overname van Van Delen. En hier, ja, die moet er toch in. Lili Palli. Met een grote kans voor Cambuur om alles zeker te maken voor deze tweede paasdag. En hier, buitenspel. Buitenspel. En uiteindelijk gaat die bal er niet in. En zo blijft het toch een beetje hangen wurgen voor Cambuur. Van der Streek. Nou, weggestuurd is Tissoudali. En die invaller, gekomen voor hoefdraad, maakt geen fout. Moest zijn basisplaats even afstaan. Net als Lili Palli. Maar hij maakt dan toch het verschil en maakt een einde aan alle Utrechtse illusies. Keurig afgemaakt, geen kans voor Meendering. En 2-0 is dan de voorsprong voor Cambuur. Ook de uitslag, dus tevredenheid bij Cambuur. Dat volgende week een beslissende wedstrijd speelt in de strijd om de vierde periode. Hier in elk geval zonder kleerscheuren uit Utrecht kan vertrekken. Ja, aankomende vrijdag spelen we, hoop ik, in een bomvol stadion in Leeuwarden. Voor eigen publiek kunnen wij de periode winnen. En dat is, ik dacht, 15 of 16 jaar geleden. Dat was in 2001 voor het laatst. Ja, 2001 onder Gert Kruis, dat die prijs voor het laatst is gepakt.
Dus dit is ook een serieuze prijs en ik denk ook dat dat een hele mooie tractatie is op hetgene wat wij in ieder geval hebben laten zien de laatste maanden. En ik hoop dat wij aankomende vrijdag het publiek kunnen vermaken, dat wij de tweede plaats veilig kunnen stellen. Hè. De tweede plaats reken ik even Jong Ajax niet mee. En dat wij met z'n allen feest kunnen vieren in Leeuwarden met het behalen van de periodetitel.